migratie- en ICT-beleid. Ik stel voor dat we starten met een aantal praktische afspraken. We zouden graag de webcast opnemen, omdat een aantal mensen gevraagd hebben om die later ook nog eens te kunnen bekijken. Mocht iemand daar bezwaren toe hebben, gelieve dat eigenlijk te melden in de chat. Verder zouden we jullie graag vragen om tijdens het eerste deel van de webcast de microfoon te dempen. Op de slide staat aangegeven hoe je dat precies kan doen, dit om te vermijden dat er te veel achtergrondgeluid is. De webcast, of de omgeving, WebEx, voorziet ook een chatfunctie. Ik zal jullie graag vragen om in één regel kort voor te stellen, tijdens deze intro, wie jullie organisatie is en wie jullie zijn. Mocht jullie tijdens de toelichting, het eerste deel, een aantal vragen hebben, gelieve die te noteren op de chat. Die zullen later door Evelien Vlassenrood gecoördineerd worden, zodanig dat we dan wel via microfoon een aantal vragen kunnen doorspreken en beantwoorden. Hoe ziet het agenda er voor vandaag uit? Ikzelf, Raf Builen, geef een heel korte toelichting over de historiek en het doel van deze subwerkgroep. Vervolgens zal mijn collega Jens Geerling een presentatie geven, kernachtig, van het proces en methode. Dit zal samengesteld zijn uit het voorbereidende traject en de feedback die we van jullie de voorbije periode ontvangen hebben. Tot slot voorzien we een 20-tal minuutjes om de vragen en antwoorden die jullie tijdens deze sessie genoteerd hebben op de chat te behandelen. Goed, wat ging er eigenlijk vooraf aan dit traject en wat is eigenlijk het objectief? Wanneer we via het stuurorgaan willen wensen in te zetten op standaarden, dan is het belangrijk dat we eigenlijk een transparant proces hebben. En de kernvraag of probleemstelling is, wanneer is iets een standaard en wat betekent dat voor mij en mijn organisatie? Daarbij hebben we vastgesteld dat er een nood was aan een procedure en criteria om eigenlijk datastandaarden te gaan herkennen. Daarbij is natuurlijk belangrijk dat het voor alle betrokkenen duidelijk is wat dat eigenlijk de implicaties zijn van een dergelijke erkenning. Denk aan vrijblijvend gebruik, pas toe of leg uit of verplichte standaarden. Een van de basisprincipes van een open standaard is dat je eigenlijk een transparante methode hebt voor het tot stand komen van de afspraken die horen bij een standaard. En tot slot, een standaard stopt niet op het moment dat die gepubliceerd wordt en gedefinieerd is. Het is daarbij ook heel belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn voor het lifecycle management, ook na het publiceren van de standaard. Wat is de historiek? Deze werkgroep is gestart met een stukje desk research om te gaan kijken van hoe worden standaarden beheerd bij andere standaardisatieorganisaties. Denk aan het Wereldwijde Web Consortium. Denk aan de Europese ISA-standaarden die inzetten op de meer administratieve processen. Denk aan Inspire, de Europese standaarden die inzetten op alles wat te maken heeft met locatiegebonden informatie en ook milieu. Denk aan ISO, wijdverspreid, en de principes van Open Standards die eigenlijk door een aantal van de organisaties die we hier vermeld hebben geadopteerd zijn. De volgende stap was het opmaken van een initieel sneuveldocument. Dit was een document dat gebaseerd is op eigenlijk de goede praktijken van de verschillende standaarden. Op basis van dat sneuveldocument hebben we een werksessie ingericht op 28 februari, waarbij we dieper ingezoomd hebben met de volledige groep op het proces en methode voor het ontwikkelen van standaarden, als ook eigenlijk de adoptie van deze standaarden. En het doel van deze sessie was niet alleen kennis te maken met deze best practices uit de internationale standaardisatieorganisaties,
maar vooral om een brainstorm te hebben rond hoe gaan we deze principes in de praktijk gaan toepassen binnen de Vlaamse overheid. Wat is het doel van deze webcast? Wel, het doel is eigenlijk om heel kernachtig toe te lichten wat het proces en methode is voor het ontwikkelen van standaarden dat we tot op vandaag ontwikkeld hebben. En om dan eigenlijk de vragen die jullie stellen tijdens deze webcast te behandelen. Mag ik de collega's vragen om een microfoon uit te schakelen? Dat kan je doen door het symbooltje, door het microfoonsymbooltje rechtsboven op Webex. Dit om eigenlijk een stukje de achtergrondgeluiden te vermijden. Wat zijn de vervolgstappen na deze subwerkgroep? Wel, er komt een stakeholderbevraging via een enquête die eigenlijk een aantal van de principes die we vandaag doorspreken wenst af te toetsen bij een brede stakeholdersgroep. Een stakeholdersgroep die bestaat uit lokale overheden, Vlaamse overheden, andere federale partners, private ondernemingen en academia. We verwachten eigenlijk die extra feedback te ontvangen tijdens het einde van de publieke reviewronde tot en met het einde van deze maand, 31 maart. Vervolgens volgt er eigenlijk een validatie van dit traject door de werkgroep Datastandaarden op 10 april. Een subwerkgroep van het stuurorgaan die advies geeft aan het stuurorgaan zelf, die samenkomen op 22 mei. Goed, tot hier eigenlijk de introductie. Dan stel ik voor dat ik nu het woord geef aan mijn collega Jens Scheerling, die kernachtig het proces en methode zal toelichten. Ik geef graag nog even mee dat wanneer dat jullie vragen hebben, gelieve die te noteren in de chat en dan gaan we die gedurende de vragenronde samen met jullie behandelen. Jens, aan u het woord. Dankjewel, Raf. Misschien eerst nog even meegeven, de laatste versie van dit proces en deze methode zijn altijd terug te vinden via de URL, via de link die momenteel op de slide staat. Dus voor iedereen die daar vandaag of na deze webcast graag eens door bladert, is meer dan welkom. Nu, om zo'n proces en een methode voor standaardisatie op te stellen, zijn we eerst gaan kijken naar een aantal basisprincipes om eigenlijk het proces op te gaan baseren. En daar biedt eigenlijk een non-profit organisatie genaamd OpenStand een heel gedragen definitie van een aantal basisprincipes. Deze principes werden ook al eerder ondertekend door onder andere de organisaties die RAF eerder toelichtte, bijvoorbeeld W3C of ISO. En de principes slaan eigenlijk enerzijds op het belang van samenwerking met alle belanghebbenden. Dat eigenlijk iedereen die deelneemt aan zo'n traject voor standaardisatie een zekere autonomie heeft, dat iedereen vrij is om deel te nemen en dat iedereen ook de mogelijkheid krijgt om deel te nemen en feedback te geven op het werk dat er verricht wordt. Daarnaast moet er ook gestreefd worden naar een breed consensus. Dus de manier waarop beslissingen genomen worden binnen een werkgroep die rond een bepaalde standaard werkt. Die beslissingen moeten op een billijke en op een transparante manier gebeuren, waarbij opnieuw ieders mening wordt gerespecteerd en daar zoveel mogelijk rekening mee wordt gehouden. En ook op dit vlak is het heel belangrijk dat alle documentatie die gecreëerd wordt, bijvoorbeeld verslagen van vergaderingen, dat deze ook publiek toegankelijk worden gemaakt. Zodat eigenlijk ook mensen die niet fysiek kunnen deelnemen tijdens de werkgroepsessies, dat deze toch de kans krijgen om achteraf bepaalde zaken, bepaalde beslissingen te gaan becommentariëren eigenlijk, of zelfs in vraag te stellen. Verder is het ook belangrijk dat een standaard wordt ontwikkeld, niet zomaar omdat het kan, maar ook omdat daar een bepaalde technische verdienste achter schuil gaat en dat deze indien die wordt afgewerkt, ook leidt tot een hogere interoperabiliteit tussen entiteiten van de Vlaamse overheid en ook schaalbaar is. En tot slot is het ook belangrijk dat eigenlijk alle
documentatie bij de standaard ook ter beschikking wordt gesteld aan iedereen die dan de standaard moet implementeren. En dit gaat dan verder dan enkel de regels die worden opgelegd, maar ook effectief ondersteuning, documentatie, die ja, mensen in staat stelt om die standaard dan ook wel degelijk in de praktijk te gaan omzetten. Nu, wanneer we spreken over een standaard en de levenscyclus die daar aan te pas komt, is het duidelijk dat een standaard niet als standaard geboren wordt, maar dat die een aantal fasen moet doorlopen, vooraleer die als dusdanig kan erkend worden. En daar zien we eigenlijk op internationaal niveau bij de verschillende organisaties die zich bezighouden met standaardisatie een aantal verschillende fasen in de levenscyclus van zo'n standaard. Een standaard is eerst in ontwikkeling. Daarna wordt die behandeld door een comité of een stuurorgaan om die te beoordelen. Wanneer die beoordeling positief is, gaat een standaard dan vervolgens in gebruik. Op dit moment is de standaard stabiel en door iedereen, laten we zeggen, erkend. Op een bepaald moment kan deze standaard ook in revisie gaan. Het is mogelijk dat daar feedback op komt door implementaties, door technologische veranderingen in de omgeving of door wijzigingen in bepaalde afhankelijkheden, bijvoorbeeld een wijziging in een andere standaard waar naar verwezen wordt. Dus zo kan het zijn dat het periodiek nodig is om die standaard te gaan reviseren, om die feedback te gaan verwerken. En tot slot kan een standaard ook achterhaald worden, opnieuw door bijvoorbeeld toch technologische wijzigingen. Dus op dat moment kan het eigenlijk opportun zijn om een standaard te gaan uitfaseren, om die te gaan terugtrekken. Nu, in elk van deze fasen kunnen we eigenlijk een bepaalde publicatiestatus aan deze standaard of deze standaard in ontwikkeling gaan koppelen. Zo spreken we bijvoorbeeld over een ontwerpdocument, wanneer een standaard in ontwikkeling is. Over een kandidaatstandaard, wanneer deze in behandeling is bij bijvoorbeeld het stuurorgaan. Effectief van een standaard, wanneer deze ook in gebruik is. En dan voor revisies kunnen we opnieuw naar een aantal ontwerpdocumenten gaan en naar een kandidaat gereviseerde standaard. En tot slot kunnen we dan ook nog spreken over een uitgefaseerde standaard wanneer deze zijn initieel nut heeft voorbijgestreefd. Nu, enkel op basis van deze fasen en publicatiestatussen is ook al meteen duidelijk dat daar een aantal criteria nodig zijn voor de overgang binnen die verschillende fasen in de levenscyclus. Bijvoorbeeld, wanneer is een standaard klaar om van kandidaatstandaard naar standaard in gebruik te gaan? En welke processen gaan we daar eigenlijk gaan achterplaatsen om ervoor te zorgen dat dit op een bepaalde manier gebeurt, conform bepaalde afspraken en met respect voor de principes die eerder werden toegelicht. Nu, als we dan eens inzoomen op welke actoren allemaal betrokken zijn bij zo'n traject van standaardisatie of ontwikkeling van een standaard, kunnen we daar eigenlijk een aantal rollen gaan onderscheiden. Het is enerzijds de thematische werkgroep, wat eigenlijk een verzameling is van experts met bepaalde kennis van bestaande informatiemodellen, bestaande implementaties, andere standaarden in het relevante domein. En de thematische werkgroep is dan ook verantwoordelijk voor de effectieve uitwerking, de ontwikkeling als het ware, van de standaard en zijn achterliggende specificatie. Dus de tekst die eigenlijk bij de standaard hoort. Dan zijn er ook de editors van de thematische werkgroep. Zij nemen eigenlijk het voortouw in het faciliteren van werkgroepen om bepaalde problemen of vragen te gaan bespreken en naar een bepaalde oplossing toe te werken. En zijn ook verantwoordelijk voor de technische uitwerking van standaard en zijn specificatie. Dus de schriftelijke neerslag daarvan en de vorm die je dan moet volgen. Dan is er ook nog, vooraf haalden het daarnet al aan, de werkgroep datastandaarden. Zij zorgen eigenlijk voor de centrale coördinatie en opvolging van alle werkzaamheden van de verschillende thematische werkgroepen die daaronder kunnen vallen. Het is dan ook hun taak om de onderlinge consistentie te gaan bewaken tussen deze verschillende initiatieven, om ervoor te zorgen dat er geen standaarden die parallel ontwikkeld worden elkaar gaan tegenspreken.
Dan is er ook nog het stuurorgaan, Vlaams Informatie en ICT-beleid. Zij hebben eigenlijk de bevoegdheid om bepaalde standaarden te gaan bekrachtigen na de beoordeling van het gevolgde proces en de achterliggende documentatie. En zij bewaken ook de strategieën en de prioriteiten van het Vlaams Informatie en ICT-beleid. Dan is er ook nog de Vlaamse regering die optioneel, zeker niet verplicht, kan voorzien in bindende afspraken wanneer het wenselijk zou zijn. En tot slot is er nog het projectmanagement die verantwoordelijk is voor de praktische organisatie van de werkgroep. Dus bijvoorbeeld voor het uitnodigen van de relevante stakeholders en ook de communicatie te verzorgen met alle belanghebbenden. Als we eens kijken welke processen er nodig zijn om zo'n standaardisatietraject te gaan ondersteunen, kunnen we er een aantal verschillende onder verdelen. Enerzijds is er het aanmelden van standaard in ontwikkeling. Hoe start je zo'n initiatief op en wat is daar precies voor nodig? Dan is er ook de ontwikkeling van de specificatie zelf, dus effectief het gaan uitwerken van een bepaalde standaard via werkgroepsessies. Daarna volgt dan eigenlijk de publicatie, als het ware, van de standaard en ook de technische verankering, waarmee we dus eigenlijk naar de implementatie ervan verwijzen. Er kan dan ook een periodieke review zijn van de standaard om bepaalde feedback die er gekomen is te gaan behandelen en te gaan verwerken. Dat staat dan in rechtstreeks verband ook met het veranderingsbeheer. Hoe gaan we om met deze vragen en opmerkingen en hoe gaan we deze verwerken in een nieuwe versie van de standaard bijvoorbeeld. En dan tot slot ook de beslissing of het al dan niet nodig is om een standaard te gaan uitfaseren wanneer deze zijn initieel doel heeft voorbijgestreefd. In de volgende slides gaan we eigenlijk inzoomen op elk van deze subprocessen om kort toe te lichten wat daar nu precies onder valt. Wanneer we gaan kijken naar het aanmelden van een standaard, begint het eigenlijk bij de initiatiefnemers, de organisatie of het projectteam die een bepaald project wilt opstarten, om een intentieverklaring te gaan opstellen en communiceren. In die intentieverklaring wordt dan toegelicht waarom het belangrijk is dat er in een bepaald domein een standaard zou ontwikkeld worden en wat daar precies de meerwaarde van zou zijn. Dit vormt dan eigenlijk ook de basis voor stap 2. Een eerste workshop met business stakeholders, waar het dus belangrijk is om heel wat mensen met domeinkennis bij elkaar te brengen, om bestaande processen en use cases in kaart te gaan brengen. Dit zorgt er eigenlijk voor dat het standaardisatietraject kan gebaseerd worden op een aantal concrete use cases en vereisten die vanuit de business komen. Dit vormt dan weer de input voor stap 3. Dat is eigenlijk het gaan opstellen van een werkgroepcharter. Dat legt eigenlijk een aantal afspraken vast binnen de thematische werkgroep. En dient eigenlijk als startdocument of initiatiedocument voor het effectief gaan ontwikkelen van de standaard. Het werkgroepcharter dient dan ook goedgekeurd te worden door de werkgroep datastandaarden, waarbij zij gaan evalueren of er voldoende argumenten zijn om standaardisatie of een standaardisatietraject in een bepaald domein te gaan opstarten. Dus hier nog even kort samengevat, een intentieverklaring. Wat kan daarin staan? Dus het belang van een standaard te ontwikkelen in een bepaald domein. Raakvlakken met bestaande initiatieven op Vlaams, federaal, Europees of zelfs globaal niveau. Welke standaarden bestaan reeds en wie zijn de stakeholders die moeten betrokken worden? De workshop met de business stakeholders voor het verzamelen van use cases en bestaande businessprocessen in kaart brengen. En dan het werkgroepcharter waar ook praktische zaken in staan naast de doelstelling van de thematische werkgroep en de scope. Zoals bijvoorbeeld de looptijd van de werkgroep. Wat het eindresultaat zal zijn. Is het een document? Is het een softwarecomponent? Ook wat zijn de mijlpalen? Verwachte datums voor werkgroepsessies en validatie enzovoort.
vervolgens hebben we het proces voor het ontwikkelen van een standaard zelf, of het ontwikkelen van de specificatie voor een standaard. Het begint eigenlijk met een aantal heel praktische zaken, zoals het opzetten van de werkgroep zelf en de omgeving waarin gewerkt wordt. Het gaat dan concreet om de juiste mensen bij elkaar te brengen, om in de thematische werkgroep vertegenwoordigd te zijn. Maar ook om een aantal spraken te maken rond welke middelen gaan wij gebruiken om samen te werken en om onze tussentijdse informatie te gaan publiceren. Dan stap 2 slaat op het uitwerken van een initiële draft, dus eigenlijk een initieel sneuvelvoorstel, op basis waarvan verder kan gewerkt worden. Nu, het hoeft niet noodzakelijk volledig van nul opgemaakt te worden. Het is perfect mogelijk dat er al bestaande initiatieven, zowel van binnen de eigen organisatie of van buitenaf, gebruikt worden als basis eigenlijk voor de discussies. En die discussies vinden dan eigenlijk plaats bij stap 3. Bij het organiseren van de werkgroepvergaderingen, waarbij dan eigenlijk de verschillende experten samenkomen om discussie te voeren rond bepaalde topics die relevant zijn voor de standaard. Dit resulteert dan eigenlijk in een iteratief proces waarbij tussentijds nieuwe versies van de specificatie worden uitgewerkt en dan in een volgende werkgroepvergadering opnieuw becommentarieerd worden. En dit gaat door tot er eigenlijk een stabiele versie is van de standaard. Op dit moment kan er dan gekozen worden door de thematische werkgroep om over te gaan naar een publieke review. Dus om eigenlijk het ontwerpdocument te gaan laten evolueren tot een kandidaatstandaard. Maar hiervoor is een tussentijdse kwaliteitscontrole nodig door de werkgroep datastandaarden. Dat is eigenlijk stap 5, waarbij zij enerzijds gaan kijken, is het proces correct gevolgd? Zijn de basisprincipes gerespecteerd geweest? Dus waar de werkgroepsessies publiek, kon iedereen die geïnteresseerd was daar vrij aan deelnemen? En hadden mensen die niet fysiek aanwezig konden zijn de mogelijkheid om achteraf nog feedback te geven? Indien wij oordelen dat dit voldaan is, kan overgegaan worden naar stap 6, waarbij een publieke reviewperiode wordt georganiseerd. En tijdens deze publieke reviewperiode is de standaard op zich stabiel. Mogen er geen wijzigingen meer worden aangebracht. Uiteraard kan er wel nog feedback en moet er zelfs nog feedback gecapteerd worden, die dan achteraf kan behandeld worden. Maar de bedoeling van deze publieke reviewperiode is om een stabiele versie de wereld in te sturen, waarop dan mensen die niet betrokken waren bij de werkgroepvergaderingen ook nog feedback kunnen geven en een aantal geïnteresseerde partijen ook al een eerste implementatie kunnen uitvoeren van de standaard. Op het einde van deze publieke reviewperiode komen we aan stap 7 voor het finaliseren van de specificatie. Dit houdt in om de feedback die ontvangen is te gaan verwerken en bepaalde updates te gaan doorvoeren. Nu, als deze feedback heel ingrijpend zou zijn en naar de klassificatie of categorisatie van deze feedback, daar komen we straks op terug. Maar als deze erg ingrijpend zou zijn, kan het mogelijk zijn dat we eigenlijk een aantal stappen moeten terugnemen en terug naar de publieke werkgroepvergaderingen gaan om verder na te denken en de standaard verder te laten rijden. Als deze finalisatie enkel kleine wijzigingen inhoudt, kan eigenlijk overgegaan worden naar stap 8, waarbij opnieuw een kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd door de werkgroep datastandaarden. En dan tot slot is er nog een beoordeling door het stuurorgaan, die dan ook de kandidaatstandaard kan gaan bekrachtigen als effectief een standaard. Nu, dat zijn tijdens dit proces van ontwikkelen een aantal principes die gehanteerd moeten worden. Enerzijds zijn er de principes rond transparantie tijdens de ontwikkeling, waarbij dus de ontwerpdocumenten, de tussentijdse versies van de standaard, altijd publiek gepubliceerd worden. Opnieuw, zodat iedereen die daar interesse in heeft, feedback op kan geven. Maar ook dus de verslagen van de vergaderingen, en de mogelijkheid om via één of meerdere kanalen feedback te gaan verlenen. Nu, voor de evaluatie door de werkgroep datastandaarden zijn er ook een aantal criteria opgelijst.
op deze slide de criteria voor promotie tot kandidaatstandaard, dus bij de aanvang van een publieke reviewperiode. En een aantal van die criteria zijn dat alle use cases en vereisten uit het werkgroepcharter voldaan werden, dat daar geen gaten meer in zitten. Dat eventuele wijzigingen in afhankelijkheden, dus onderliggende standaarden die worden hergebruikt, dat deze gedocumenteerd zijn. Dat de criteria die zullen gehanteerd worden tijdens de publieke reviewperiode om te beslissen of er al dan niet voldoende draagvlak is om door te stoten naar een standaard, dat deze criteria ook worden vastgelegd in samenspraak met de werkgroep datastandaarden. Dat er een deadline gespecificeerd is voor het geven van feedback, dus het is eigenlijk de looptijd van de publieke reviewperiode die wordt vastgelegd. En dan tot slot aantonen dat de specificatie reeds beoordeeld is geweest door een breed publiek. Dus eigenlijk dat de publieke werkgroepsessie die werden georganiseerd, dat deze ja, voldoende representatief waren en dat er ook nog feedback ontvangen is van mensen die niet konden deelnemen. Vervolgens hebben we het proces voor het publiceren van een standaard. Publiceren van de dataspecificatie zelf gebeurt ook tussentijds, dus voor de ontwerpdocumenten en voor de kandidaatstandaard. Maar als we kijken naar stap 2, dat wordt enorm belangrijk wanneer we gaan kijken naar kandidaatstandaarden en standaarden in het bijzonder, is het genereren van ook ondersteunende documentatie die bij deze standaard hoort. Dat eigenlijk ervoor zorgt dat mensen die ermee aan de slag willen gaan, het op een heel toegankelijke manier kunnen doen. Dan stap 3 is ook het genereren van een conformiteitstestsuite, of eigenlijk een manier waarop mensen die de standaard implementeren achteraf kunnen toetsen of hun implementatie voldoet aan alle regels in de standaard. Nu, dit kan de vorm aannemen van een simpele checklist die mensen die de standaard implementeren zelf kunnen aflopen en inschatten. Of dit kan ook bijvoorbeeld een datavalidator zijn die automatisch bepaalde bestanden gaat verwerken en beoordelen. Nu, als we dan gaan kijken naar de criteria voor de promotie tot standaard, dus wanneer gaan we van een kandidaatstandaard naar een standaard, is het belangrijk dat alle issues die werden gedocumenteerd, deze verwerkt zijn. Dat er ook voldoende implementatieervaring is opgedaan, maar die voldoende wordt in dit proces niet specifiek benoemd, of dat nu in de vorm van een proof of concept moet zijn of een volledige implementatie. Hoe dit geschiet is eigenlijk de verantwoordelijkheid van enerzijds de thematische werkgroep en de werkgroep datastandaarden om dit in samenspraak te gaan beslissen wat voldoende voor dit specifieke geval precies betekent. De finale versie mag dan ook geen significante verschillen bevatten ten opzichte van de kandidaatstandaard. Mocht dit wel het geval zijn, moeten eigenlijk opnieuw publieke sessies worden georganiseerd om deze grote wijzigingen dan met een opnieuw breder publiek te gaan spreken. Het stuurorgaan moet uiteraard zijn goedkeuring hebben gegeven. En er moet ook een plaats zijn waar eigenlijk na de publicatie van de standaard ook nog issues kunnen worden bijgehouden en eventuele errata kunnen worden gepubliceerd. Tot slot is het ook belangrijk dat er een product owner wordt aangewezen die instaat voor het veranderingsbeheer van de standaard. Als we dan effectief gaan kijken naar het veranderingsbeheer op zich, hebben we het ontvangen van feedback. Dit kan op eender welk moment gebeuren via de vastgelegde kanalen. Dan is er stap 2 het doorvoeren van wijzigingen. En afhankelijk van eigenlijk klassificatie van de wijzigingen kan het ofwel nodig zijn om eerst opnieuw het proces voor het ontwikkelen van een specificatie te volgen. Dus waarbij de veranderingen opnieuw worden bediscussieerd en becommentarieerd in publieke werkgroepen. Of indien het gaat om eerder editoriale wijzigingen kan onmiddellijk overgegaan worden naar het publiceren van een nieuwe versie van de standaard. Tijdens het veranderingsbeheer worden ook een aantal principes gehanteerd. Enerzijds de openheid, dus opnieuw dat iedereen feedback kan geven, maar dat ook iedereen kan zien welke feedback er al gegeven is, dus dat dit in ja, volledige transparantie gebeurt.
En ook dat veranderingen op een gecontroleerde manier gaan gebeuren. Dus dat er niet zomaar wijzigingen worden doorgevoerd aan een standaard, zonder dat deze eerst met een brede stakeholdersgroep worden afgestemd. Het veranderingsbeheer is dan ook van toepassing op alle fasen in de levenscyclus van een standaard, waar het belangrijk is om een stabiele versie te hebben. Dus dat is bij kandidaatstandaarden het geval, ook bij standaarden uiteraard, en dan ook bij de kandidaat-gereviseerde standaarden. Nu, het klassificeren en het doorvoeren van de wijzigingen, daarvoor kijken we naar eigenlijk drie grote categorieën van wijzigingen. Enerzijds de louter editoriale wijzigingen, bijvoorbeeld spelfouten of bepaalde formateringsproblemen die er eventueel opduiken. Die hebben geen impact op bestaande implementaties en kunnen dus in principe doorgevoerd worden als errata bij de huidige versie van standaard. Anderzijds zijn er kleine inhoudelijke wijzigingen die mogelijk een impact hebben op bestaande implementaties, maar in principe geen conformiteit kunnen breken. En daar kan gekeken worden naar een verkort proces voor de ontwikkeling van specificatie. Dus waar bijvoorbeeld aan de hand van slechts één werkgroepsessie een aantal issues worden uitgeklaard en doorgevoerd. Dan zijn er ook nog de grote inhoudelijke wijzigingen die eigenlijk tot een fundamentele verandering in de standaard leiden. En hier zal eigenlijk het volledige proces voor de ontwikkeling, dat we daarnet zagen, opnieuw moeten worden doorlopen. Rond de praktische organisatie van het veranderingsbeheer, zoals eerder aangegeven, dit valt dus onder de verantwoordelijkheid van de product owner. En ook de frequentie enerzijds, of de criteria waarmee nieuwe releases van standaard worden uitgevoerd, moeten worden vastgelegd in het werkgroepcharter. Dus op basis van frequentie kan er gezegd worden, er is een jaarlijkse evaluatie die plaatsvindt. Of anderzijds kan het ook zijn van het moment dat we x aantal issues of feedback hebben gelogd, brengen we de thematische werkgroep opnieuw samen om deze te bespreken. Specifiek rond versiebeheer is het ook belangrijk dat alle oudere versies van een standaard en de onderliggende specificatie daarvan, dat deze ook beschikbaar blijven en op hun beurt ook een doorverwijzing bevatten naar de meest recente versie. De versie zelf dan wordt eigenlijk bepaald door de publicatiedatum in plaats van door incrementele versienummers. En implementaties kunnen ook verwijzen naar een specifieke versie van een standaard bij de implementatie. Als laatste proces kijken we eigenlijk naar het uitfaseren van een standaard. Dus op een bepaald moment kan een standaard door technologische veranderingen volledig voorbijgestreefd zijn. Of daar kunnen fouten in vastgesteld worden die eigenlijk moeilijk recht te zetten zijn. En zo kan eigenlijk op basis van de ontvangen feedback dan door de thematische werkgroep in samenspraak met de editors en de product owner beslist worden om een voorstel voor het uitfaseren van de standaard te gaan indienen. Voorstel kan of moet liever ingediend worden bij de werkgroep datastandaarden, die het voorstel dan zal beoordelen en dan ook zal voorzien in de aankondiging van een publieke reviewperiode. Dus ook hier voor het uitfaseren is het mogelijk dat bepaalde partijen, bepaalde organisaties er een andere mening op nahouden en bijvoorbeeld wel nog de meerwaarde van een bepaalde standaard zien. Zij moeten dus ook de mogelijkheid krijgen om tijdens deze publieke reviewperiode het voorstel voor het uitfaseren van de standaard te gaan beargumenteren of tegen te spreken. Na deze publieke reviewperiode kan er dan enerzijds geen actie ondernomen worden als de standaard nog zijn bestaansrecht heeft, of het stuurorgaan kan bekrachtigen om de standaard te gaan uitfaseren. Tot slot moet dan die standaard gepubliceerd worden onder de publicatiestatus uitgefaseerde standaard, zolang dat deze wel nog publiek beschikbaar blijft en mensen deze nog steeds kunnen raadplegen, maar waarbij dan wel duidelijk wordt aangegeven dat deze niet meer de status van standaard draagt. Bij deze zijn we eigenlijk even heel high level door
de verschillende processen gelopen en de achterliggende methoden die daarbij horen. Dus nu zou ik graag het woord aan jullie laten om bepaalde vragen te stellen en bepaalde verduidelijkingen te vragen omtrent het voorgestelde proces. Heel praktisch in het WebEx-systeem zien jullie aan de rechterkant naast jullie naam een handje verschijnen. Dus voor de praktische organisatie stellen we voor dat iedereen die graag een vraag wil stellen of een antwoord wil verschaffen, dat deze op de knop met het handje drukken en dan kunnen wij één voor één de mensen aanwijzen om het woord te geven. Misschien een vraag langs onze kant nog. Momenteel wordt er eigenlijk geen minimumperiode opgelegd voor de publieke reviewperiodes in het proces. We gaan ervan uit dat dit wordt vastgelegd in het werkgroepcharter en wordt afgestemd met de werkgroepdatastandaarden. Zijn er mensen die het nuttig zouden vinden om hier wel formeel een minimumperiode aan vast te koppelen, bijvoorbeeld een minimum van 4 weken of een minimum van 6 weken of zelfs een langere periode? Feedback geven via de chat mag ook uiteraard steeds. Oké, dan gaan wij ervan uit dat het voorstel om dit eigenlijk onderling tussen enerzijds de thematische werkgroep en werkgroep datastandaarden af te stemmen, dat dit weerhouden blijft. Een andere vraag speelt in op de finaliteit van zo'n standaard. Dus wat betekent dit eigenlijk voor mijn organisatie? Daarbij voorzien we in het proces eigenlijk drie categorieën van standaarden, laat ons zeggen. En waarbij het opnieuw de verantwoordelijkheid is van de thematische werkgroep in overleg met de werkgroep datastandaarden en het stuurorgaan om te beslissen welke van toepassing is. En deze drie verschillende types zijn eigenlijk enerzijds de volledig vrijwillig op te nemen standaarden. Daarnaast standaarden die het pas toe of leg uit principe volgen. Dus waarbij de implementatie ervan in principe verwacht wordt, tenzij dat daar bepaalde argumenten voor kunnen gegeven worden om hiervan af te wijken. En dan een derde categorie is eigenlijk de verplichte standaarden, laat ons zeggen, die sowieso moeten opgenomen worden of geïmplementeerd worden door de verschillende organisaties. Ik zie dat jij. Ja.
via de chat een vraag van Ruben, die zegt op datavlaanderen.be vinden we momenteel zowel vocabularia als applicatieprofielen. En om duidelijkheid daar rond is het verplicht om een standaard zowel een vocabularium als een applicatieprofiel heeft. Nu, mijn inzien daar is dat dit niet verplicht is, dat er bijvoorbeeld enkel een vocabularium kan opgeleverd worden door de thematische werkgroep. Daarnaast lijkt het wel zo dat wanneer er een semantisch traject wordt opgestart om rond een bepaald domein een vocabularium vast te leggen, waarbij bepaalde termen een definitie krijgen. Er is meestal ook een aantal use cases aan verbonden zijn, die dan initieel in het proces worden afgestemd met de business stakeholders. Dus in die zin lijkt het wel logisch dat daar waarschijnlijk in de meeste gevallen wel ook een nood zal zijn om een applicatieprofiel te gaan creëren voor deze specifieke use cases. Ik zou dit zeker als geen of veel relatie zien, waarbij er dus in principe geen applicatieprofiel verbonden kan zijn aan het vocabularium, of zelfs potentieel meerdere om aan verschillende use cases tegemoet te komen. Nog een tweede vraag daarop van Ruben is: hoe weten we welke vocabularium of UML-modellen in review zijn? Zijn dat degene met label ontwerpdocument? Inderdaad, dus dat zou de bedoeling zijn dat wanneer het voorgestelde proces in de praktijk wordt aangebracht, dat eigenlijk de publicatiestatussen en de fase in de levenscyclus die daarnet werden toegelicht, dat deze eigenlijk ook transparant worden opgelijst bij de verschillende vocabularia en applicatieprofielen. Momenteel staan die daar inderdaad in als ontwerpdocumenten op de website datavlaanderen.be. Ook nog een vraag van Henk via chat. Komt er nog feedback op de schriftelijke review van het document? Dus inderdaad, de feedback die wij sinds de publieke werkgroepsessie van 28 februari ontvangen hebben, is verwerkt in een nieuwe iteratie van het document. In deze presentatie hebben we ook een aantal delen al uitgepresenteerd, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van een aantal processtappen rond het uitfaseren van de standaard en het uitwerken van extra voorbeelden in het document, als ook specificaties rond versiebeheer en dergelijke meer. Dus ik ga eventjes vooruitblikken naar de volgende slide al. De laatste versie waarin deze feedback verwerkt is beschikbaar via de URL in de slides. En gaan wij ook na deze webcast nog eens delen met iedereen. En hier kan nog verder feedback opgegeven worden tot en met 31 maart. Nog een laatste vraag van mijn kant uit is. Een van de principes die veelvuldig is teruggekomen is: alle documentatie, waaronder ook verslagen, moet publiek gemaakt worden. Daar zijn een aantal verschillende mogelijkheden, lijkt ons. Enerzijds zouden we kunnen zeggen: alle documentatie moet op één website terechtkomen. Bijvoorbeeld een werkgroep datastandaarden en alle daaronder vallende thematische werkgroepen. Lijkt dit jullie wenselijk of zouden jullie liever deze publiek maken via jullie eigen kanalen, bijvoorbeeld de eigen website van de organisatie die het initiatief neemt voor het standaardisatietraject? Daar niet meteen feedback op komen, maar wel nog een vraag van Willem van Hoeken.
Zijn er plannen om een validatieprocedure op Vlaams of federaal niveau te kunnen starten, waarbij privépartners hun applicaties als Oslo Compliance kunnen laten valideren? Deze vraag ga ik even doorsturen naar Raf Builen. Raf, wat is jouw mening hierover? Dag Jens. Willem, zou je kort eens kunnen schetsen wat je bedoelt met een validatieprocedure? Raf, hoort hij mij? Ja, ik kan u goed verstaan, Willem. Mijn vraag kadert een beetje in, wij merken steeds meer en meer dat Oslo standaard gevraagd wordt. Ja, dat applicaties Oslo compliant moeten zijn, maar dat de steden en gemeenten niet altijd, of die zetten dat erop, maar ze beseffen niet altijd goed dat ze vragen, want je kunt daar heel ver in gaan. Hè. Je hebt daar gradaties in. Dus volledig je applicatie op Oslo model gebaseerd, hè, de stukken waar het toepasbaar is. Heb je enkel een uitwisseling beschikbaar van je data in Oslo formaat. En je hebt daar die gradaties in. Zijn er plannen van jullie uit om te zeggen van kijk, kunnen wij ergens een orgaan of procedure in gang steken waarbij dan kan zeggen van kijk, die applicatie die heeft die gradatie van Oslo Compliancy, bijvoorbeeld enkel maar exchange van data of het volledige model is gebaseerd op Oslo formaat, waardoor dat er op gelijk welk moment, want de data is uiteindelijk van de besturen, op het eind van de rit, dat die achteraf nog iets kunnen doen met die data als die kiezen voor stopzetting bijvoorbeeld van een dergelijke applicatie. Goed, ik vind het een heel goede vraag. Ik ga er proberen op antwoorden in een aantal stappen. Ten eerste, als we het hebben over het compliant zijn, denk ik dat we daar eigenlijk dat kunnen bekijken op twee niveaus. Vandaag hebben we vooral gewerkt rond het compliant zijn op semantisch, rond eigenlijk het standaardiseren op semantisch niveau. Graag willen we binnenkort een traject starten voor het standaardiseren op technisch niveau. Dat betekent dat je eigenlijk niet alleen een standaardisatie hebt rond je semantiek, die dan machine leesbaar is, maar anderzijds eigenlijk ook een standaardisatie van de API's zelf, zodanig dat ook de operaties op de API, haalobject op haallijst, dat die eigenlijk ook gestandaardiseerd worden. De combinatie van die twee moet eigenlijk toelaten om eigenlijk te gaan naar een aantal testtools die we eigenlijk graag willen ter beschikking stellen om iedereen toe te laten om te kijken of eigenlijk data inderdaad of in de interfaces inderdaad Oslo compliant zijn. Op niveau van, dus enerzijds op niveau van de generieke API, waarbij dat een technische test zal kunnen gebeuren. Anderzijds wensen we rond een aantal kernobjecten, zoals de objecten, persoon, organisatie, die eigenlijk op data.vlaanderen.be staan, ook toe te laten dat er profielen zijn die kunnen valideren of data in line is met de afgesproken specificaties. We gaan ook verder onderzoeken wat dat dan betekent wanneer dat er eigenlijk interfaces gemaakt worden, specifieke applicatieprofielen, die eigenlijk een aantal van die stappen gaan combineren. Dus wat ik nu gezegd heb, is dat we gaan kijken of dat het gaan onderzoeken en dat wat de mogelijkheden zijn om een zelfassessment te doen. Als je vraagt, als je zou zeggen van kijk, wat betekent dat in termen van, ik ga eens heel even kijken hoe je het geformuleerd hebt, validatieprocedure, dan heb ik in de buurlanden gezien dat er enerzijds gewerkt werd met peer review, waarbij dat ik denk dat het zo is in Nederland op bij de softwarecatalogus, waar eigenlijk leveranciers kunnen aangeven voor eigenlijk een bepaald type toepassing of een toepassing compliant is. En dat er dan een stukje het principe van peer review toegepast wordt of feedback, waarbij dan de bestuurder zelf zouden aangeven wanneer een toepassing toch niet compliant zou zijn en er in dialoog kan gegaan worden. Een ander alternatief op een dergelijke feedback loop of peer review is eigenlijk het gaan werken met echt certificering,
Maar een aantal projecten in het buitenland leren dat het gaan certificeren, dat eigenlijk een vrij duur proces is. Wat misschien nog weinig realistisch is voor leveranciers. Dus ik weet niet, ik vraag misschien op de chat, maar ik kijk ook in jouw richting, Willem. Enerzijds kijken we dus richting self-assessment tools waarop we gaan inzetten. Maar als je het al specifiek bedoelt, validatieprocedure. Denk je dan aan een stukje certificering of denk je dan eerder aan self-assessment? Het gaat er een beetje van afhangen nog. Er zijn veel externe factoren die voor ons ook belangrijk zijn. Een concreet voorbeeld. Ja, GDPR. Hoe ga je bepaalde data aan de bestuurder doen? Oslo kan, of wij bekijken op dit moment, of Oslo daar inderdaad ook een stuk een rol kan in spelen, dat het dataformaat rond personen en uitwisselingsformaten kan geuniformiseerd worden. Of dat wij ons tools op derde databanken, want een bestuur heeft meer dan één leverancier en één databank, maar als één burger komt, wil hij ook één antwoord. Hè. Ja. En als wij vragen van kijk, oké, goed, Oslo compliant, op dit moment, de ene zegt ja, maar als je het dan vraagt, geef mij alles wat er in een databank zat, is het nee, want het is niet volledig dat. Dus ja, misschien certificering, misschien peer review. Het is ons ook niet volledig duidelijk, vandaar dat ik een open vraag stel. Ik kijk dan heel even in de richting van Jens en Evelien, maar mogelijk is dit enerzijds een vraag die we kunnen meenemen in de bevraging, de brede stakeholdersbevraging die we gaan doen, om daar ook een stukje feedback te krijgen van de bredere groep. Anderzijds sowieso wensen we in te zetten op eigenlijk die self-assessment tools, waarbij dat misschien dan ook nuttig is om te zorgen dat er ook misschien een soort testbed met testdata is, zodanig dat je inderdaad dat voor alle partners een stuk kan gaan aftoetsen. En dan proberen we eigenlijk een stukje te leren uit de brede bevraging van wenst men daar liever te gaan naar een stuk die feedback loop peer review of te gaan naar meer een iets formelere validatie, maar waarbij we dan ook moeten nadenken of dat de implicatie niet is dat eigenlijk dan ook een stuk kosten voor iedereen gaat introduceren, als dat een heel formele procedure zou zijn. Ja, dus juist. Dat is over na te denken. Ik weet niet of dat er vanuit de groep nog feedback is op deze vraag, of het antwoord. Misschien wel een korte aanvulling van mij. Er is momenteel al werk verricht rond een development versie van een Oslo validator, die eigenlijk mensen in staat stelt een bepaald stukje data te gaan opladen en dan te toetsen of dit conform een van de Oslo applicatieprofielen is. De verwachting is dat binnen een aantal weken of maanden naar een publieke beta kan evolueren die door iedereen bruikbaar is. Dus ook om al deels tegemoet te komen aan de vraag voor self-assessment tools. Dank u wel, Jens. Zeer correct. En los daarvan een eerste versie van validatie van Oslo data. Zijn we er ook over aan het nadenken met onze partners van ISA Square, het Europese standaardisatieprogramma. En ik heb zojuist een link gepost naar een online werkgroep, een webcast van de commissie, waar we eigenlijk een eerste tool die toelaat om eigenlijk gegevens van een publieke dienstverlening bijvoorbeeld te gaan valideren, waar die toegelicht wordt. Dus wie wenst deel te nemen, kan dat eigenlijk doen via de link die ik nu op de chat gezet heb. Goed, ik zie dat het 2:55 is. Zijn er nog vragen vanuit de groep? Indien niet, dan wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie deelname en jullie feedback. Ik weet niet of jij nog een finale vraag hebt of conclusie, Jens? Nog een vraag uit de zaal hier in het VAC in Gent van Bert.
wordt er ook, er is ook een overkoepelend generiek stuk dat gebruikt wordt als ondersteuning voor verschillende vocabularia. Is er daar een apart projecttrack of proces rond? Of wordt dat per domein gekeken of dat er iets naar het generiek wordt teruggestoken of naar boven gebracht? Of hoe gaan we daarmee om? Voor ik de vraag beantwoord, heb ik een link gepost naar het generiek vocabularium. Voor wie dat wil bekijken, kan dat eigenlijk door te klikken op de link in de chat. Bert, ik vermoed dat we eigenlijk het generiek vocabularium meenemen met eigenlijk het eerste vocabularium dat we eigenlijk laten valideren op, door het stuurorgaan. Maar daar, als je dat in de toekomst, er komen veel nieuwe vocabularies in ontwikkeling. Dit gaat een potentieel element zijn dat heel sterk onder revisie onderhevig is. Ja. Mijn insteek daar is, we zagen bij de verschillende actoren dat eigenlijk een van de verantwoordelijkheden van de werkgroep datastandaarden is om de interne consistentie te gaan bewaken. Ik denk dat we dat ook kunnen uitbreiden naar gaan kijken welke zaken zijn generiek genoeg uit deze verschillende initiatieven om eventueel opgenomen te worden in dit generiek vocabularium, zodat ze eigenlijk ook herbruikbaar zijn door alle andere thematische werkgroepen, door alle andere initiatieven die aan een vocabularium werken. Om zo ook te vermijden dat bepaalde generieke zaken dubbel gedefinieerd worden. Dat lijkt me inderdaad ook een goed voorstel, Jens, want om het apart te valideren, als je kijkt naar eigenlijk de volledige lifecycle management, vertrekt dat vanuit businessvereisten. En bij het generiek vocabularium gaat dat dikwijls over heel specifieke en meer technische zaken, dus ook misschien moeilijk om apart te gaan valideren. Prima. Zijn er nog bijkomende vragen? Nee, daar lijkt het niet op. Nee, dan wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie deelname. En dan wil ik ook graag jullie uitnodigen op de volgende webcast, die straks doorgaat, de webcast met betrekking tot de URI-standaard. Die gaat straks door rond 15 uur. Bedankt voor uw deelname.